Oké, het is nummer. Welk nummer was het ook alweer? Ah, nee. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Hallo dames en heren en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en ik heb nogal een druk dagje gehad. Dus ik zit nog serieus in mijn pyjama outfit. Ik heb mijn slof aan, mijn joggingsbroek, man met snorsweater. Shoutout naar Milan en sowieso shoutout naar Dee, want ze heeft heerlijk eten gemaakt. Maak je geen zorgen, de vlog wordt nog super lang. Die wordt ook nog super leuk, want er gaat wat episch gebeuren. Ik heb namelijk een verrassing voor Dee. En Daisy die wordt helemaal gek. Want ik heb tegen haar gezegd dus dat ik een verrassing heb. Ik heb gezegd we moeten vroeg eten vandaag. Nou dat is zeker weten gelukt. Het is redelijk vroeg nog op de dag. Want ik neem jou vanavond ergens mee naartoe. Ik hou niet van dit soort dingen. Dat weet ik. En ik zal je nog even een tip geven. Doe geen strakke broek aan. Het moet een beetje een losse broek zijn. Je moet er makkelijk in kunnen bewegen. Stretch. Is dat goed? Nee. Je bent elastiek. Kijk, hoe makkelijk. Oké, nou, dit is wel een move die je alleen kan doen met een broek die flexibel is. Dus deze is wel goed. Oké. Verder nog eisen? Nou, verder geen eisen denk ik. Ik vind het gewoon niet leuk als ik de touwtjes niet zelf in de handen heb. Dat weet ik. Ik wil dat goed voorbereid zijn als ik iets ga doen. En als ik dan niet weet wat ik ga doen, dan kan ik ook niet goed voorbereid zijn. Dus ik word er helemaal gek van. Maar we gaan lekker eten. Ik denk dat je het niet leuk gaat vinden. Waarom gaan we dat doen? Dan blijf ik thuis. Ik ga nergens uitspringen of zo, hè? Dat is echt niet. Ik ga niet uit vliegtuigen van bergen. Echt niet. Ik weet niet wat je van plan bent. Als ik het niet leuk vind, doe ik het niet. En om het nog even wat leuker te maken. Ik heb zo net Deetje even, ja, hoi gezegd. Om de hoek, kijk maar even mee. Schrikken, maar ik had dat niet verwacht. Ik dacht dat er iets op me zou vallen. Ik dacht ik probeer eens een keer iets nieuws. Ben je een beetje van de schrik bijgekomen? We gaan lekker gourmetten, dames en heren. Aardappeltjes, paprika, oh hamburger, champignons. Kijk eens aan, we gooien er even genoeg op. Je kan wel zien dat Enzo van champignons houdt. En een beetje lichtelijk autistisch is. Waarom? Omdat het allemaal heel erg recht moet bij jou. Ja, allemaal zo op een rijtje. Ja. Vind ik leuk. Maar goed dat jij geen kok bent, want anders was je alleen maar bezig met alles rechtelijk. Nou, wel alles mooi maken ook, dat is wel belangrijk. Ja, vork, maar niet in de pan. Waarom duik je weg? Ik wil niet op de film. Ik wil niet op de film. Dat wordt super leuk hoor. Je hebt net gezegd, toen ik vroeg, kunnen we zo nog even langs mijn ouders om iets op te halen? Ja, als je het overleeft. Ja. Ik ga niet dat vliegtuig springen en zo. Ik meen het echt. Oké. We zijn onderweg in ieder geval. Het is nu nog 14 minuutjes rijden. Ik had mezelf gewoon moeten opsluiten in de badkamer. Oh, het is vast een appje van de begrafenisondernemer. Nee. Je bent echt een klootzak. Nee, dat is een geintje. Dat is een geintje. Maar heb je ook kriebels in je buik? Nee, ik word gek veel. Ik heb kriebels in mijn buik. Ik ben zelfs super zenuwachtig. Ik ben echt super zenuwachtig. Weet je wat het is? We doen het samen. Oké, okay? Pinkie, dat we het samen doen. Nee, hallo, als ik niet wil, dan ga ik niet. Oh, dat is echt een begrafenis. Je hebt verhaast. Je hebt verhaast, ja. Is al dood. Is vraagteken, is al dood. Soms denk ik echt, rij ik te zacht of zo? Want hier op deze weg mag ik bijvoorbeeld 50. Maar er zit een auto achter mij en die zit echt de hele tijd te bumper kleven. Echt. Weet je hoe je dat oplost? Echt zo'n stukje. En ik rij al 54 km per uur. Dus gewoon volgens de wet. De spoorboom gaat weer open. Oh, 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 oh. Deetje, deetje, deetje. Oké, de lichten staan uit, dan mag ik pas rijden. Ta-ta-ta-ta-ta. Als het goed is, zijn Merel en Gwen er al. Twee vriendinnen dus van Dee. Volgende keer als ik een verrassing heb voor jou, zeg ik ook dat het super kut is. Een kippie! Oh, mijn camera. Hoi. Hey. Weet je wat vet zeldzaam is? Ik ben gewoon 20 minuten te vroeg. Dus ik ben gewoon op tijd, hè? Besef dat even. Pap, 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 pap. Nou, nu moeten we nog maar hopen dat het droog blijft en niet gaat waaien. Dat is echt niet handig. Dat is wel aan de klote, hè? Oh, wat is dit? We rijden verkeerd, denk ik. Wat is dit nou weer? Hij zegt dat ik het spoor moet nemen. Wat een gekke uitdaging. Dat hoort niet bij het plan van mij, hoor, schat. Dat was wel een spannend effect, hè? Ja, ik had het even benauwd. Die tunnel gaf mij gewoon gratis effect. Hoef ik dat niet meer te editen. Oké, het is nummer... Welk nummer was het ook alweer? Ah, oh, nee.
Nee. Zie je wat we gaan doen? Ja. Nee. Oh yeah. Draai maar om. Oh yeah. Draai maar om. Oh yeah. Oh yeah, wij gaan... Paardrijden! Woe! Maar dat is het probleem. Gwen en Merel houden allebei van paardrijden. Oh my god. En ik niet. Nope. En dat weten ze. Gwen haat mij daarom. Ah nee. Ja. Ik wil wel op zo'n babypaard. We gaan paardrijden en ik heb de grootste paarden uitgekozen die er zijn. Gewoon XXL paarden. Ik zei dat ik nou echt vanaf ging springen. Doe mij maar bungee jump. Kunnen we nog terug? Oh, dit vind ik zo leuk. Ik heb één keer paard gereden in mijn leven. En toen? Toen was maar een kinderfeest. Toen was ik denk 10 of zo. Ja. Toen gingen we in zo'n stal gingen we zo lopen. En ik vond het echt kut. Hoor je het al galopperen? Ja, ik vind het echt leuk, man. Hallo! Nou, je twee beste vriendinnen staan op je te wachten. Ik vind het echt helemaal niet leuk. Laten we even kijken bij het paardje, Dee. Wat is dit paard aan het doen? Wat is dit? Ik heb getraind, zonder dat iemand er moeite aan hoeft te doen. Ja, is dit gewoon een training? Hallo, paard. Gaat er stroom op dat hek staan? Hallo. Nee, dat zou zielig zijn. Er staat geen stroom op dat hek. Maar dit paard moet inderdaad de hele tijd lopen, omdat het apparaat blijft draaien. Wat gek dit. Dat is zijn idee. Hallo dames. Hé, hey, maar ik vraag me af, hè, wat gebeurt hier? Want dat paard moet gewoon gedwongen lopen nu. Dat is precies wat er gebeurt. Is dat een training? Een soort van, Merel. Ondersteun me even. Merel, help. Ja, zo. Het is zomaar voor mij mensen die geen zin hebben om een beweging te geven. Dan gooien ze hem hierin en dan is het echt heel zielig. Nou, dat is wel gek, ja. Maar Dee is ook zielig nu. Je mag ook kijk, met dat ding gaan we jou slaan, Dee, als je het niet goed doet. Oh. Dat is mijn vanavond. We hebben een hindernis voor je opgezet alvast hier. Jeetje, het is hier wel super groot, hè? Ja, gemiddeld vallen hier ongeveer 5 mensen per dag. En daar zou jij één van zijn. Als ik iets breek, hè? Dat is jouw schuld. Kijk, en dan ga ik het omroepen bij iedereen. Zeg ik, Dee is gevallen. En dan komt iedereen kijken. Weet je wat het is? Dit is het paard van Sinterklaas, schat. Maar aai hem anders even. Je moet een band scheppen met dat paard. Ja, Dee gaat op deze. Dee gaat op deze. Ik denk dat dit te klein is. Dee, kom even. Aai hem even. Ik ben denk ik echt allergisch, want ik heb helemaal jeuk aan mijn neus en naar mijn ogen. Even een band scheppen met je paard. Dat maakt niks uit. Ik vind het wel leuk, hoor. Enzo! Hey, wow, ik word geknuffeld door een paard. Oh nee, dat is geen paard. Oh, hey! Ben je lekker aan het paardrijden hier? Ja, Ding! Hey, Ding! Oh, hey, denk over je paard. Als denk over je paard, mijn lady. Wat moet ik doen? Gewoon borstelen. Ja, niet tegen de haren in. Dan wordt niet tegen de haren in. Wordt het wild of staat hij in elkaar? Zo, okay. Zo. Heel goed. Oh. Hij verhaart lekker, want ze raken nu een wintervacht kwijt. Oh, hij sloeg me met start. Hij sloeg me gewoon. Oké, dan mag hij niet, dus dan kan ik nu uitkijken. Ja, echt? Of nee? Oh, ik wou net zeggen. Oh, die mooie. Ai, poesje, ai, poesje. Vindt hij dit fijn? Ja. Oh, paarden houden van knuffelen. Oh, dus ik kan hem een knuffel geven? Ze zijn ook echt knuffelbaar. Oh. Ja, deze met pang. Nee, dat vond ik niet. Hebben ze daar niet bij? Het is toch zo dat paarden, die hebben toch zeg maar dat haar bij hun, en dan komt er iets op en dan slaat hij mij daar niet mee. Of die poep in zijn staart heeft en dan slaat met de poep. Met vliegen? Ik dacht met vliegen. Ja, het is het vliegen weg te jagen. Oh, hij deed zijn poot. Hoe heet dat paard? Poepie. Weet je wat ik eng vind om er achterlangs te lopen? Want ik heb zoveel mensen op YouTube neerzien gaan door die hoeven en zo. Ga maar heel ver erachterlangs. Je hand op de kont leggen. Dan weet je dat je achter hem staat. Kijk, deze gaat vloggen. Dit paard is super mooi, hè? Kijk. Goed zo, schatje. Ja, maar ik vind die beest ook leuk. Maar kijk, op een motor geef je zelf gas. En als je gas geeft, stopt hij. Maar op een paard, als je geen gas heeft, geen gas. Dus je kan niet zeggen stop, en dan stopt hij. Maar dit is wel fijn. Maar je kan het met ieder beest goed vinden. Dus ik kan me niet voorstellen dat ik met een paard niet... Deze is wel heel zacht, hè? Ja, is lekker. Dus zullen we deze vloer klinken? Oh, je hebt geluk dat niemand het hier hoort, want dit zijn allemaal paardenliefhebbers. Oh, grapje hoor. De paard voelt het aan, hè? Ik dat neem is echt zo. Een stukje paardenworst. Schat, je bent echt erg. We hebben hier een paard en die heeft een hele mooie vlecht. En we hebben hier een paard en die heeft een hele mooie vlecht en een sik. Moet je kijken, joh.
Prachtige beesten, hè, die paarden. Knolpower is dit, dames en heren. Oh, kijk, we hebben hier eentje. En die heeft een hele mooie pony. Het is misschien een pony. Oh, die heeft ook een hele mooie hanenkam. Moet je kijken. Het is een speciale kapper geweest. Nou, hier zijn ze lekker aan het rijden. En wij gaan nu even een cap halen. En dan heb ik het niet over een knolpauwcap. Maar heet het ook gewoon een cap? Het heet gewoon een cap, ja. Het heet gewoon een geen cap. Geen helm. Geen helm. Geen helm, mensen. Oké, okay, deze neemt eens is nog nat van het zweet van de vorige. Oké. Dus we gaan hier even een mooie cap uitkiezen, oké? D, het staat je echt niet verkeerd. Het staat je echt niet verkeerd. Oh. En wat vind je van mij? Oh, het is de eerste keer dat ik mezelf zie. Oké, in ieder geval, lieve Sophie die gaat ons even helpen en die gaat filmen. Dus ik heb gezegd, film vooral maar D, want het is jouw spektakel vanavond. Ja, maar jij had meer buikpijn dan ik. Ik heb nu geen buikpijn, ik heb alleen pijn aan mijn ogen en mijn neus. Ja, maar ik heet Knol van mijn achternaam, dus ik moet een beetje stoer overkomen. Okay. Dus. Waar moet je heen? Naar rechts, ze ging naar rechts. Ik vind het wel spannend hoor, ik vind het wel spannend. De allereerste keer op een paard, de allereerste keer. Hey. Wat moet ik absoluut niet doen? Ja. Hey, goeie tip. Yes. Let even op het roze detail. Ja. Daar. Cute. Dekje, dat is speciaal voor mij gekozen. Dit is mijn lieve vriendin, Clifford. Volgens mij is het een man. Maar het is wel een vrouw. Oh nee, het is wel een vrouw inderdaad. Ja, het is een vrouw. Ja, het is een vrouw. Ik had al even gecheckt. Ik heb dus begrepen dat dit paard een beetje eigenwijs is met borstelen en opzadelen. Maar als hij eenmaal rijdt, dan gaat hij gewoon als een dieselmotor. Gaat hij gewoon. En straks, als ik hem wil laten rijden, dan moet ik hem een tik geven met mijn voet. En als het goed is, dan ga ik. Sophie, vindt het grappig, hè? Ja, ik vind het best wel grappig. Ik hoop dat ik wat speciaals op film krijg. Maar. Komt goed. Het is heel goed. Oh, weet je hoe hoog dit is? Maar. Oh, hij beweegt. Dus jij gaat voorbeeld. En dan mag jij daar even kijken. Nee, dan ga ik jou als steen zetten. En dan mag ik even achteraan. Komt goed. Handen ontspannen. Daar naartoe kijken, dan weet je dat hij daar naartoe is. Nog een beetje doorsturen, heel goed. Ja, gaat goed, gaat goed. Super. Nou, ga je zo meteen de achterstappen. Je rijdt gewoon paard nu. Ik krijg gewoon paard. Dan weet ik hoe je slag. Nou, we gaan beginnen met. Mag je een beetje trekken in je teugels? Een beetje achterover zitten. En laat hem stoppen. Dan mag jij een beetje trekken in je teugels. En dan zet je hem ook stil. Heel goed, deed je. Ben je blij, Dee? Zo blij. Je zit echt op je plek, hè? Het is echt waar je hoort. Ik ga even stil laten staan. Heel goed, en zo. Je gaat er nog van houden, Dee. Ja, echt wel. En als we de hand gewonnen zijn, gaan we even. Sexy, heel gepaard. Ja, zeker. Het maakt je echt een stuk knapper. Waarom lach jij zoveel? Dat is helemaal grappig. Wel, het is heel grappig. Alejandro. Leuk is het, hè? Met je knolpowerpads en je D-bril. D-door. Zonnebril. Deze net, maar je bent nu kruisend tussen Enzo en mij. Hou je deze vast, hè? Hou je vast. Sorry, zij heeft die echte knolpower. Go, pony! Go, go, go! Laat je enthousiasme merken. Yes, paard! Kom op! Dit is de eigenaresse van de stal. Hi. Ik ben nog niet dood. Heel goed, Eetje. Gas, 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 gas.
Harder. Voorwaarts. Harder. Denk voorwaarts. Het paard voelt wat je denkt. Gaat het goed, Enzo? Ja? Ja, nee. Het is alsof je het al jaren doet. Oké, okay, dat loopt ik. Maar even serieus, dames en heren. Wat ik zojuist deed, of nou wat eigenlijk Ben en ik deden, we zijn een team geworden. Dat is super vet, want je blijft gewoon zitten. En je gaat niet zo hard zo doek, 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 doek. Het is niet eng, toch? Nee, het is niet eng, maar je gaat wel hard. En het voelt serieus mooi om op zo'n beest te zitten. En ik weet het klinkt super raar. Een jongen op een paard, vooral ik, die gewoon dit zegt tegen jullie. Jullie denken waarschijnlijk van, Enzo, heb je iets op of zo? Maar nee, ik meen het echt. Maar ik denk dat het ook wat te maken heeft met mijn achternaam Knol. Want ik voel toch wat voor die beesten. Hè? Precies. Een soort band is er wel. En het paard voelt dat, hè? En maar een paard kan heel goed aanvoelen of je het fijn vindt of niet. Volgens mij. En of je het eng vindt. Als je het eng vindt, dan vind jij het ook eng. Nou, hartstikke goed gedaan. Kijk, ze vinden het echt leuk nu. Enzo, die houdt gewoon al van het paard. En Dedy doet net alsof ze niet van het paard houdt. Maar kijk, ze vindt hem stiekem heel lief. Kijk, mijn zusje is best wel een held. Want die is ooit een keer heel hard van een van mijn ponies gevallen. Maar die stapt er gewoon weer op. Vind je dat ze het goed deden? Heel goed. Ja, toch? Top. Ook. Talent, toch? Ik heb toch altijd het idee dat ik iets van zo moet doen of zo. Ja, nee, dat is de western kant. Dan moet je weer een hele andere tak gaan proberen. Ik had serieus niet verwacht dat ik het zo leuk zou vinden. En jij, Deetje? Ja, leuk. ik vond het leuk voor een keertje, maar ik rijd liever op een motor. Ik rijd liever op een motor. We hebben het een keer gedaan. Ja, mijn paard had wel aardig wat pk. Hè? Heel goed gedaan. 600 kilo, hè? Dat weet ik niet. 600 kilo zo'n beest. Ja, toch? Jeetje, Mina. 600 kilo. Ja, niet normaal. Was heel lief, hoor. Ik vind dit wel het mooiste paard, moet ik zeggen. Deze is helemaal mooi glad, die glinstert. Jij is op je paard. Oh. Maar echt waar, super mooi. En dan doe je, als je bij mij bent, doe je deze voet er ook uit. Ja, top! En dan glij je. Ja! Yay, goed zo. Oeh, ik leef nog. Dames, heel erg bedankt. Ben, Merel, Sophie. Super tof. Hebben we goed geregeld met z'n allen. En we gaan er nu vandoor. Nee, ja. We zullen nooit meer dronken dit soort verrassingen bedenken. Dank je. Doei doei. Wel thuis. Nou, Deetje, het zit erop, schatje. Dit is toch veel beter dan gewoon even... Uit het vliegtuig springen? Ja, toch? Ja, dat wel. Ik vond het leuk dat we een keer gedaan hebben, maar het is nou niet dat ik zeg, gaan we volgende week weer. Nou, en dan gaan we nu met een veilig gevoel naar je ouders huis de schuurapparaat ophalen. Yes. Gaan we een ijsje halen? Ook dat. Omdat ik zo'n brave meid ben. Heb je verdiend. Nu denkt Deetje dat we klaar zijn. Maar nee, we zijn nog helemaal niet klaar. Want ik heb nog een allerlaatste verrassing voor jou. Gaan we alsnog aan het vliegtuig. Dat zal het zijn, hè? Ja. Nee, loop maar even met me mee. Dan gaan we hier naar achteren. En dan ga je hier omgedraaid. En blijf hier maar staan. En film jezelf dan maar, zo. En dan doe ik het schermpje doe ik zo wegklappen. Zodat je jezelf niet kan zien. Al mijn vingers zitten tussen het scherm. Auw! Weet je hoe moeilijk het is om niet om te kijken? Niet me pijn doen, hè? Niet me pijn doen. Oké, loop maar naar achteren, maar niet kijken nog. Auw! Ik knalde tegen het bumper. En dan nu, dames en heren, mag jij... Gaan omkijken en mag je het vasthouden. Muis, wat is dit? Oh, een fiets! Een vrouwenfiets! Nice! Oh, hij staat niet op het standaard. Oh, ik wil het eraf halen. Ja, dan moet je dat doen. Ja, maar... Oh my god, nice! Als ik op een rokje ben en dan moet ik op die mannenfiets, dan moet ik zo altijd opstappen. Dat is altijd heel erg onhandig. En mijn vrienden van BSP Fietsen, die hebben deze fiets samen met mij geregeld om te geven aan D, omdat ze geslaagd is. Dus vandaar ook de ballonnetjes. Jij gaat nu naar huis fietsen, ik ga met de auto. Heb je ook een sleutel? Ja, heb ik ook. Ja. Ik moest even nadenken, maar die heb ik ook. Oké, en dan ga ik zo hard fietsen op nieuwe fiets dat ik eerder thuis ben dan jij. Oké, dat zullen we nog wel zien. Oké, ga jij dan ook meteen? Ja, ik ga ook meteen. Dan gaan we een wedstrijdje doen. Ja. Doeg, Deetje. Doei. Wie denk je dat er heeft gewonnen? Yep, natuurlijk. Enzo Knol is met de auto ietsje sneller. Maar ik moet zeggen, niet altijd met de auto ben je sneller hoor. In hele drukke steden kan je beter met de fiets gaan dan met de auto.
Heel vaak wordt er namelijk gewerkt aan de weg en dan kan je er met de fiets wel langs en met de auto niet. En heel erg vaak kan je je auto niet kwijt en je fiets kan je gewoon bijna overal neerpleuren. Er is nog wel een verschil met de auto en de fiets en je bent dus niet altijd sneller met de auto. Dames en heren, ik wil jullie enorm bedanken voor het kijken naar deze vlog. Vergeet niet even een blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En hopelijk checken jullie morgen bij een gloednieuwe vlog om 4 uur. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke vette peace!